Veel mensen missen een snelle fietsroute tussen Groningen en Zuidhorn. Daarom komt er een nieuwe fietsbrug over het Aduarderdiep bij Leegkerk. Vandaag sloegen de betrokken wethouders van Groningen en Zuidhorn de symbolische eerste paal. Met de komst van de brug wordt een historische fietsroute hersteld en ontstaat er een alternatief voor de routes langs de Friese Straatweg en het Hoendiep. Het is zowel voor woon-werkverkeer, dus mensen die in Zuidhorn wonen en graag op een snelle manier naar de stad willen. Maar hij is ook bedoeld voor mensen die gewoon even een dagje eruit willen, lekker willen fietsen en genieten van het buitengebied. Er zijn veel mensen vanuit Zuidhorn die werken in Groningen. Dus er zijn ook heel veel mensen die dus op de fiets naar hun werk gaan. En daarvoor is het gewoon heel erg belangrijk dat deze route erbij komt. Daarnaast is het ook voor de inwoners van de gemeente Zuidhorn natuurlijk een hele mooie recreatieve fietsroute waar ze gebruik van kunnen maken. En ja, een derde voordeel voor ons is in elk geval ook dat de inwoners vanuit Groningen ook nu ons gebied meer binnenkomen. En ook misschien in Zuidhorn eens een keer aandoen en daar eens een keer een terrasje pikken en dat soort dingen. Dus in die zin is het ook voor de gemeente Zuidhorn van groot belang dat deze bruggen komt. Het is eigenlijk al een wens vanuit de regio heel erg lang. Zowel vanuit de bestuurders, maar ook vanuit de inwoners, hier van de mensen vanuit de buurt. Die zeggen van we willen een snelle route vanuit Zuidhorn richting de stad. Niet alleen maar met de auto, maar ook met de fiets. En deze voldoet eraan. De nieuwe brug krijgt...